In deze video geven we aan hoe je in PyCharm een interactieve sessie kan starten en gebruiken. Dit kan handig zijn om snel een aantal instructies uit te testen, om de ingebouwde help te raadplegen of om je code uit te testen. Zorg ervoor dat een Python consolevenster zichtbaar is. Als dit nog niet het geval is, kan je het zichtbaar maken door te klikken op de tab Python console. In dit consolevenster zullen we de drie mogelijkheden demonstreren. Een eerste mogelijkheid is het uittesten van een aantal instructies. De achtereenvolgende instructies worden ingegeven in de interactieve sessie. Bijvoorbeeld, een eerste variabele m krijgt de waarde 12. We printen deze waarde uit. We creëren een tweede variabele m en deze krijgt de waarde 15. En nu printen we de som van beide variabelen. Het resultaat van deze instructie wordt onmiddellijk uitgevoerd. Een interactieve sessie kan ook gebruikt worden voor het raadplegen van de ingebouwde help. We willen bijvoorbeeld de helpfunctie oproepen voor de ingebouwde printfunctie. Hoe gaan we daartoe te werk? We typen het woord help in met tussen ronde haken de te raadplegen functie. We krijgen de volledige syntax van de functie, de beschrijving van wat de functie doet en de verklaring van de optionele parameters. Een tweede voorbeeld, we wensen de help op te roepen voor de sinusfunctie uit de math-module. We importeren daartoe eerst de module in de interactieve sessie. En nu roepen we de helpfunctie op voor deze sinusfunctie. We krijgen opnieuw de syntax van de functie, gevolgd door de beschrijving van eventuele parameters. In dit geval zien we dat de functie ook een waarde zal teruggeven, wat niet het geval was bij de printfunctie. Een derde mogelijkheid is het snel uittesten van een stuk programmacode uit de editor. Deze code kan een volledig programma zijn of een onderdeel van een bestaand script. In dat geval selecteer je de code in het script. In het snelmenu kies je voor Execute Selection in Console. En het script wordt dadelijk uitgevoerd en het eventuele resultaat weergegeven. Wij geven een eerste getal in. We geven daarna een tweede getal in. En de som wordt berekend en afgedrukt. Je kan echter zelf ook programmacode intypen in deze console. Deze code zal bij het beëindigen van de invoer dadelijk uitgevoerd worden. Wil je in een interactieve console eerdere instructies opnieuw uitvoeren, dan kan je de op- en neerpijltoetsen gebruiken om door de geschiedenis van de commando's te lopen en het nodige commando uit te voeren. Dit is het einde van deze videosessie. We hebben het hier gedemonstreerd hoe je in een Python-console snel een aantal individuele instructies kan evalueren, hoe je de ingebouwde help kan raadplegen en hoe je snel code uit de editor kan uittesten.